Bewoners en organisaties die actief zijn in het Brownsweg en Matawai-gebied krijgen de gelegenheid om invulling te geven aan capaciteitsversterking ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Zij zullen een training volgen uit het Local Actors for Change in Hinterlands programma, afgekort LAG-programma. Het project is volgens Gerald Pinas, Country Manager bij het Amazone Conservation Team Suriname, een initiatief van deze organisatie en Conservation International Suriname. Vanuit ACT, Amazon Conservation Team Suriname en CI, Conservation International Suriname, hebben we een gezamenlijk project dat we lanceren vandaag in de omgeving Brownsweg, Brownsberg en Matawai gebied. Dit project is bedoeld als capaciteitsversterkingsproject voor mannen, vrouwen, jongeren en organisaties die daar werkzaam zijn om hun gebied eigenlijk vanuit de gedachte van natuurbescherming en duurzaam gebruik van bossen en natuurlijke hulpbronnen te verbeteren voor wat het beheer betreft van die zaken. Pinas zegt verder dat een team van 10 personen de mensen zal opleiden. Vanuit de milieuorganisatie zijn er wel meerdere personen betrokken bij het geheel. Het project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het project duurt 2,5 jaar en gaat onder de naam LACH, dat is de Local Actors for Change in the Hinterlands. Dus lokale mensen die gaan voor verandering ten goede in hun gebieden in het binnenland. Dus, het project was aangevraagd en ontwikkeld door Conservation International en de financiering komt van de EU. En ACT, Amazon Conservation Team, is een projectpartner. Wat zijn de rollen? CI heeft de algemene coördinerende rol om ervoor te zorgen dat het project in goede banen uitgevoerd wordt, zowel in de tijd als in het budget. En een klein onderdeel van het geheel van de capaciteitsversterking doet ACT en dat is het Ranger-programma. Nou, wat zijn Rangers? Pinas zegt dat de Rangers lokale mensen uit het gebied zijn die met moderne apparatuur het bos kunnen monitoren. Deze personen kunnen met GPS, waterkwaliteit en biodiversiteitsmetingen de veranderingen volgen in de gebieden. Ook veranderingen in het bos vanwege economische activiteiten zoals houtkap en goudwinning kunnen goed in de gaten gehouden worden, aldus Pinas.